Scholen op alle niveaus mogen weer open. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zei vanmiddag tijdens de COVID-19 persconferentie dat dit besluit op basis van het advies van het Outbreak Management Team is genomen. Begin van deze week hebben de basisscholen de deuren geopend voor leerlingen. Het ministerie van Onderwijs heeft intussen een bekendmaking geplaatst op hun Facebookpagina dat alle scholen vanaf maandag 22 februari normaal open zijn. Is het inderdaad tijd om ook te denken aan een stukje aanpassen van onze maatregelen. En in dat kader kan ik aangeven alvast dat de instructies al zijn doorgegeven op advies van het Outbreak Management Team, besproken in de regeringsraad, dat de scholen, de scholen op hoger niveau feitelijk al opengesteld mogen worden. Dus de instructies zijn al gegeven aan de minister van Onderwijs. En namens haar mag ik u zeggen dat de interne organisatie al wordt gemobiliseerd ter voorbereiding van de herstart van het onderwijs op alle niveaus in Suriname. En dat de exacte informatie nog wel komt officieel van het ministerie van Onderwijs. Dus gelieve op die bekendmaking te wachten. De eerste vaccinaties zijn gepland voor dinsdag 23 februari. Als eerste groep worden de frontliners gevaccineerd. Dus op dinsdag 23 februari vindt de kick-off plaats, waar wij de eerste vaccins van het Covishield, dus AstraZeneca, zullen toedienen aan een geselecteerde groep. De geselecteerde groep, de frontliners. Maar we willen het als een kick-off introduceren en daarna verloopt het plan verder volgens zoals het is opgezet. De locatie is Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De exacte locatie dat wordt nog bekendgemaakt, maar tot nu toe wat bekend is, is het auditorium. Daar zullen de vaccinaties worden toegediend. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De scholen mogen gezien de daling van het aantal besmettingen de deuren vanaf maandag 22 februari openen.